Maar weet dat we er zijn na een nare seksuele ervaring. Zet nu ons nummer in je telefoon. 0800 0188. Want dit is wat je belt bij seksueel geweld. Het mooie van werken bij NS is dat wat ik doe impact heeft op heel Nederland. Maar echt, zo robotiseer ik vandaag een aantal essentiële processen, waardoor duizenden reizigers morgen nog eerder thuis zijn. Dat is een fijn gevoel. Wil jij ook impact maken met je werk? Kom dan werken bij NS. De reis van morgen begint bij jou. Kijk op werkenbijns.nl. Dit is wat je belt bij seksueel geweld. 0800 0188. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het swingende eindejaarsconcert van het Jazz Orchestra of het Concertgebouw op 13 december. Met speciale gasten Shurma Rouse en Isaline Callister. Bestel op concertgebouw.nl. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester, juridische hulp, maar dan slimmer. We zijn weer veel van huis terwijl het buiten donker is. Wat zorgt voor meer inbraken? In het donker van huis? Bewaar je kostbaarheden in de Nederlandse kluis. Zwaar beveiligde bankkluizen. De Nederlandse kluis. De veiligste plek voor waardevolle spullen. Gefinancierd door de Europese Unie. Ga naar de Nederlandse kluis.nl en bewaar.
stelde geen blad voor de mond. Gewoon, ja, natuurlijk soms een beetje over het randje, maar ja, soms moet dat. Ze bestaan helemaal niet meer, dit soort figuren. Ja, wat denk je? Omdat je het anders wordt je gecanceld. Nee, maar even zonder dolle. Vroeger was het gewoon in Nederland best wel cool om een beetje outbound te zijn. Herman Brood, rock'n'roll, Pain in the Ass, Theo van Gogh, weet je wel. Ik zit erover na te denken, maar die bestaan niet meer. Je hebt de Juice Channels. Ja, precies. Ja, maar dat is meer over andere mensen. Ja. Dat is niet gewoon... Ja, maar toch denk ik... Jongens, één interviewer waarvan je denkt, oké, ja, weet je, dat is nu Sven Kokkelman, weet je. Nee, maar aan de andere kant, Theo van Gogh ging ook bijvoorbeeld naar Xander de Boezerier en Wendy van Dijk toe. Ging hij ook lopen vroeten van, ja, wat doen jullie voor het goede doel dan? Ja, hij was eigenlijk toch een Juice Channel, hoor. Het was oké. Nou ja, we hier vandaag de grote voorloper van de Juice Channels, Theo van Gogh. Hallo.
van de Raad van State, is het feitelijk zo, dat elk bouwproject